ben Harry Gele, tekstschrijver, illustrator en ik ben filmer, tekenfilmer. Ik zou in de vitrine graag alle werk van Steinberg, Saul Steinberg, hebben, de tekenaar. Hij is in Nederland niet algemeen bekend, wel misschien bij tekenaars, zeker wel bij tekenaars. En bij journalisten, want hij heeft altijd voor de New Yorker getekend. Je zou zeggen, het is Amerikaanse Peter van Straten wat bekendheid betreft als tekenaar. Maar hij hangt in de musea daar met zijn werk. In Nederland ken ik geen werk wat in enig museum hangt. En daarom denk ik dat hij in die vitrine thuis hoort. Toen ik 17 was, kreeg ik van mijn 11 jaar oudere zusje, die schilderes was, dit boek in handen. En sinds die tijd denk ik, ja, zo moet het. Ik bedoel niet, zo moet je tekenen, maar zo moet je denken als je tekent. Hij heeft als onderwerp tekenen. Hier heeft hij bijvoorbeeld een paspoort vervalst. Er staat helemaal niets. Hij heeft getekend hoe handschrift eruit ziet. Hij zegt ook van zichzelf dat hij poëzie tekent. Hij tekent verzen. Dat is zijn eigen uitlating ooit geweest. Er is een heel klein boekje over Steinberg van een architect, een vriend van hem, een Italiaan, waarin hij dus zogenaamd zelf aan het woord is. En dan vertelt hij over zijn leven dat hij in 1933 als Jood naar Italië ging, architectuur schilderen, en ook op een gegeven moment moest onderduiken. Voor Mussolini. En dat hij daarna naar Amerika gegaan is en vrijwel meteen succes kreeg als tekenaar. Hij is een voorbeeld voor mij in zijn benadering van zijn onderwerp. Dat je altijd poëtisch moet proberen te blijven. Dat je altijd iets moet creëren met bijna niks, met schijnbaar niets. Waardoor je aangeeft dat niets niet bestaat, dat niks weinig is. En daarom wil ik Saul Steinberg, die zo hield van zijn eigen tekenmaterialen, dat hij zelfs die allemaal zorgvuldig op één tekening bij elkaar heeft gezet, in de vitrine.